Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Pim Weerman en het is 8 over 11. En ik dacht dat er sneeuw zou liggen. Nou, er ligt geen sneeuw. Maar ik heb vanochtend dus al mijn brooddinges uitgehaald. Dus en ik ga nu dus bezig met de verslag. We gaan eerst even kijken hoe het met mijn broodschimmels ging. Mijn naam. Dus dit is het. Normale broodje, daar zitten dus dit is het vochtig broodje, daar zit de meeste schimmels op. Op het normale broodje daarna de meeste. En op de droog broodje helemaal niks. Ja, en nu moet ik dus het verslag maken. Want maandag moet ik dat dus kunnen inleveren. Nou, ik heb mijn computer daar neergezet. En ik dacht, ik ga gewoon even lekker daar werken. En ik ga dus bezig met het verslag nu. Mijn lunch. Broodje met hagelslag. Wat is er? Nee. Jawel, er is wat. Gewoon wat, weet je, dat is een beetje standaard de vlog. Oké, hoe moet ik dan? Wat moet ik dan zeggen? Je moet even dikke vette beeldmateriaal schieten. Dat echt. Doe jij even wat geks? Dat echt gewoon leuke dingen zijn voor de kijkers. Doe wat geks. Ik kijk elke dag die vlogs en elke keer denk ik, doe nou iets leuks met je. Doe zelf wat leuks. Ja, weet ik niet. Ja, breek je nek. Nee, ik zal zelf wel even. Zet jullie zichzelf in de fik? Wat gebeurt als ik dit in de fik steek? Nou, ik heb het gisteren gedaan. Ik was aan het weer verloren. Ja, jij was boos, Chris. Ja. Hele huis in de fik. Weet je dat? Heb je het gezien? Nee, maar hij schot altijd Chris en hij verliest altijd. Nee, maar Quinten eet altijd zo. Maar een broodje met komkommer en hagelslag? Doe dan. Oh nee, kut! Een soort speedrun of zo. En dan op de ene manier heeft hij altijd geluk dat hij net kan sluiten. Oké, maar ik heb een broodje met ei, een kapje, een broodje met een kom en ei. We gaan nu met z'n vieren. Dus Julian, ik, Quinten, en Elise en Tristan die werken samen. Er spelen vier mensen. En we gaan nu Ticket to White spelen. Ticket to White. Zo zijn we geëindigd. Waar is jouw poepetje? Nog wel extra, hè? Jij moet nog wel. Ja, ik moet eigenlijk helemaal hier echt staan. Ik was vergeten dat je kaartjes die je niet had afgemaakt minpunten waren. Dat had ik echt drie keer gezegd. Ik wist nog kaartjes inleveren. Maar je had niet gezegd dat minpunten. Jawel. Dat had jij niet gezegd. Ik heb het niet gehoord. Ah, ja. Maar in jullie, dit is Julian, hè? Ja. 80. Ja. Dan Quinten, 87. En Tristan heeft. Hey, 100 ook, hè? En Elise 124. Gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Zo, we gaan weer een potje. Allemaal beginnen. Ticket to Ride spelen. Zo, het potje Ticket to Ride heeft Tristan gewonnen. En dan hebben we nog twee potjes Quicks gedaan. En volgens mij al twee keer Elise gewonnen. Maar kijk! Er ligt gewoon sneeuw! We hadden net met de vader van Elise sneeuwballengevecht gedaan. Maar er ligt gewoon sneeuw nog niet zoveel. Dus we gaan later vanavond zeker nog even naar buiten. Maar het sneeuwt gewoon echt. Eindelijk weer. Lang geduurd. Er waren die vader van Elise, die is dus kaal. En hij sneeuwt! En hij gooide dus wel op mij. Dus ik pakte één sneeuwbal en ik gooide hem recht op zijn hoofd. Dus, maar we gaan later vanavond nog even naar buiten om te kijken of er dan meer ligt. Zo, we zijn bij de winkel geweest en we hadden voor 12 euro iets. En we krijgen hoeveel voetbalblaadjes? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alsof we voor 220 euro boodschappen doen. Nou, dat is net een auto, hè? Ja, dat is van ons. Maar dan moeten we een auto. Maar terwijl we eigenlijk maar één mochten. Ja. Top. Tristan en Quinten hebben weer een heel dom idee. Hé, hey, wat gaan jullie doen? Oh, nou, ze gaan slippen. Nou, dat is totaal niet slim. Dus ik dacht, ik pak mijn telefoon en ga het even mooi filmen. Oké, ze gaan bij mij slippen. Dus we gaan ze vandaar helemaal fietsen en dan hier zo slippen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Niet meer aanrijden, hè? Ah, dat was niet heel goed, nee.
we zijn alweer binnen. En nu zit ik een beetje op mijn telefoon. En ik ga zo naar bed toe. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Klik op het belletje om niks te missen van al mijn video's die online komen. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao. Bello. Dr. Claw.